kwalificatiepoging. En hij slaagt royaal met 20,55 meter. Een onderdeel waarin ook Erik de Bruin aan de start komt. Ook de Italiaan Andrei doet een poging zich te kwalificeren. 19,60 meter is de grens. Andrei heeft een buitengewoon sterk seizoen achter de rug. En dat betekent een gevaar voor de Amerikanen die ook al de discus werpen hebben verloren. En Andrei plaatst zich met 20 meter en 10 centimeter. Dave Lout, de Amerikaan, ook berensterk, komt tot 20 meter en 1 centimeter. En kwalificatiekogel stoten. 19 meter 60 moet hij officieel halen. Bij zijn eerste poging haalt hij 19 meter 20 en dit wordt zijn tweede. En dat ziet er heel goed uit tegen de 1960. Ik durf met 99% zekerheid te beweren dat hij zich kwalificeert voor die finale. Na deze poging. Hoewel het iets onder de 1960 is, maar geen 12 mensen halen die afstand. En hij komt er zeker in. Dat is prima werk van de 21-jarige Nederlander die bij het discuswerpen 62 meter en 32 centimeter haalde. Daarmee negende werd. En die nu in die finale van het kogelstoten zal aantreden. Goed Olympisch werk van de Bruin. Een ogenblik binnenkomen. En het zou dan de Mexicaan González moeten zijn. Want die lag na 45 kilometer een minuutje of 5,5 voor op de Italiaan Bellucci en de Zweed Gustafsson. We kijken naar de Fin Akonyemi. De Amerikanen hebben zich alle drie geplaatst. Carter, Lout en Wolf. Dat wekt geen verbazing. Ook die Finn die stoot tegen de 19 meter aan. Akonyemi. Ook vandaag. Want hij gaat hier op de vierde plaats eindigen. Dat was hier even het kogelstoten. De Griek. Akonyemi de Fin, uiteraard, en die had zich ook al geplaatst. Die stootte verder dan Erik de Bruin. Mm-hmm. 1938. Dat is een soortgelijks toen 1934. I'll be back.